Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. In de video van vandaag ga ik samen met jullie mijn make-up stash opruimen. Achter mij zie je mijn bureau en in deze la, hier om precies te zijn, zit mijn make-up stash. En over het algemeen ben ik best wel een georganiseerd persoon. Ik heb ook in mijn make-up la allemaal bakjes liggen. Maar ik vond het wel weer eens tijd om daar even doorheen te gaan, om alles weer netjes in de bakjes te doen. En wellicht dat ik een aantal make-upjes weg ga doen. Want ik heb niet mega veel make-up. Maar mijn la zit aardig vol. En naast dat ik mijn make-up stash ga herorganiseren, wordt het ook tijd om mijn make-upkasten schoon te maken. Ik zou dit vaker moeten doen. Ik zou er een beetje lui voor. Maar nu heb ik wel een goede reden om daar eindelijk mee aan de slag te gaan. Dus mocht je benieuwd zijn hoe mijn make-up stash eruit ziet en hoe ik deze opruimsessie aanpak, kijk dan vooral verder, maar doe eerst een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht je net zoals ik nu in een opruimbui zijn, dan nodig ik je hierbij uit om gezellig samen met mij op te gaan ruimen. En ja, laten we maar snel gaan beginnen. Ik denk dat het handig is om eerst alles uit mijn make-up la te halen en dan vervolgens gewoon in categorieën te gaan sorteren en om maar aan de slag te gaan. Ik doe dit niet vaak, maar dit moet ook wel eventjes schoongemaakt worden. Oh, oké, random eyeliner. Dit ziet er echt uit als één grote ravage. Nou, we gaan er gewoon voor zorgen dat alles mooi, satisfying hierin ligt. Met zoiets weet ik nooit waar ik moet beginnen. Ik heb een aantal lipsticks en ik heb zo'n voorgevoel dat ik al mijn lipsticks gewoon ga houden. Ik weet niet hoeveel ik heb. Ik heb er niet super veel, maar wel een aantal. Ik heb hier 3 nagellakjes. Ik heb ook nog ergens anders gellak liggen. Maar deze 3 nagellakjes heb ik hier. Dus ik twijfel of ik deze ga houden, want ik gebruik deze echt letterlijk nooit. Ik ga hier even over nadenken. We gaan door naar al mijn palettes. Dit is echt mijn ultimate fave. Dit is een Tarte palet, die heb ik in Amerika gekocht. En ik gebruik deze met al mijn liefde. En ik heb nog best wel recent dit palet gekocht van Charlotte Tilbury. Ik heb 2 verschillende wimperserums, maar eentje is zo goed als op. Ik kan deze wel weg doen. Ik twijfel heel erg over een setje. Want ik heb hier magnetische nepwimpers. Ik heb ze een keer geprobeerd. Maar ik merk dat ik nu helemaal niet meer into de nepwimpers ben. Dus grote kans dat ik dat weg ga doen. Ik heb nog wel een ander setje nepwimpers. Die bewaar ik wel voor het geval dat. Oh, wat ik ook kan doen. Ik heb hier een toilettasje. En dat ik hier een aantal make-up producten in doe die ik wel nog wil houden. Maar zeg maar niet elke dag gebruik. Dus een soort van voorraadje. Heel random, maar ik heb ook een aansteker in mijn stash. Dat komt omdat ik het heel fijn vind om mijn wimpers eerst met warmte te krullen. En een aansteker zorgt voor warmte. Ik moet altijd wel opletten dat ik niks ga afbranden. Maar deze hoort ook bij mijn stash. En over wimperkrullers gesproken, ik heb er als het goed is 2. Oh, hier. Heb ik er 2 nodig? Nee. Eentje was toe aan vervanging. Ook al vind ik ze allebei heel erg fijn. Ik moet er gewoon eentje weg doen. En deze heb ik al een tijdje liggen. Dus het wordt deze. Al vind ik deze wel een hele mooie kleur hebben, though. Weet je, ik bewaar ze nog wel even allebei. Eentje doe ik in de toilettas. En deze doe ik in mijn stash. Ik heb mascara's all over the place. Ik merk dat deze combinatie op dit moment mijn favoriet is. Dit is een primer van Max Factor. En dan heb ik ook nog een mascara van Max Factor. Dit is sowieso mijn altijd fave mascara van NYX. Deze vind ik niet zo chill, dus die gaat weg. Het is wel overduidelijk welk merk mijn favoriete concealermerk is. Ik heb maar liefst 4 concealers van NYX. Ik ga ze alle 4 houden. Eentje is bijna op. Dus die ga ik nog opmaken en de rest is backup.
Ik heb ook echt meerdere beauty blenders. Eentje doe ik sowieso weg, want die heb ik al een aantal keer gewassen en die ziet er ook niet meer top uit. Dan ga ik sowieso deze twee even wassen en eentje ga ik meenemen als ik naar mijn vriend ga, want daar heb ik nog een beauty blender liggen. En dan laat ik deze gewoon hier. Dus met pijn in mijn hart ga ik afscheid nemen van mijn favoriete dip brow. Ik heb deze echt al zo lang, maar ik heb afgelopen december een nieuwe voor mezelf gekocht. Alleen deze is een kleur lichter. Ik was heel dom geweest om de verkeerde kleur te kopen. Maar op zich valt het mee. Want ik had eerst medium brown en nu heb ik soft brown. Het verschil is wel, maar echt heel licht. Ik ga afscheid nemen van medium brown en ik bewaar soft brown. En deze is ook mega uitgedroogd en bijna op. Dus ik heb dit met heel veel liefde gebruikt. Ik vind het wel lastig om afscheid te nemen van dingen die ik ook echt gebruik. Als ik dingen niet gebruik, denk ik wel, maak ik wel iemand anders blij mee of zo. Oké. Dan heb ik nog drie kleine paletjes. Twee paletten van NARS. Eén oogschaduw en één blush. Dit is ook echt mijn enigste blush op dit moment. Ik draag amper blush, maar hij is wel pretty. En nog een oogschaduw van Becca. Dus dit bewaar ik. Oh, helemaal vergeten. Mijn drie baby's. Ik heb drie lipsticks van MAC. Mijn all-time fave Velvet Teddy. Ik heb deze ook meerdere malen opnieuw gekocht. En dit is wel altijd mijn go-to lipstick geweest. Dan heb ik, wat is dit? Rol. Een wat donkere kleur. Gebruik ik iets minder vaak. Het is meer mijn najaarkleur. En Jas. Jas. Te licht eigenlijk voor mij. Maar ik bewaar hem wel. En er is mijn lievelingsgetal. Ik vind het wel mooi op een rijtje staan. Ja. We hebben hier mijn gezichtsroller. Hij is wel een beetje smerig, want hij ligt normaal gesproken tussen mijn make-up kwasten. Ja, dat is niet echt fijn. Ik gebruik dit altijd voordat ik mijn make-up ga aanbrengen. Dan heb ik in de badkamer al mijn dagcreme en zo opgebracht. En dan rol ik het product eventjes in. En dit is altijd zo cool als in koud. En dat vind ik gewoon heel fijn in de ochtend. Gaat hier ook in. Kunnen we eventjes aandacht besteden aan mijn favoriete pincet ever. Hij is van het merk Tweezerman en Nosepol. Ik ben gewoon hartstikke blij met deze aankoop. Ik heb deze een paar jaar geleden gekocht. Het is een mini. En ik had deze toen in Spanje gekocht. Ik weet het nog heel goed. En ik wist dat heel veel beauty gurus hier heel hyped over waren. Want het is gewoon een hele goede pincet. Maar ik vond dat het zo duur. En deze was 12 euro. En die full size was iets van 20 euro of meer. En dat vond ik iets te duur. Maar dit was mijn beste beauty aankoop ooit. Oké, dan wordt het tijd om al mijn make-up kwasten eventjes te gaan wassen. En dat doe ik in de badkamer. Hallo, welkom in mijn badkamer. Voor het wassen van mijn kwasten zijn dit mijn benodigdheden. Dit matje, dit doe ik straks in de wasbak. En dan kan ik zo mijn kwasten wassen, wat ik heel erg fijn vind. En dan gebruik ik ook nog zeep. Ik weet niet of het goed is voor mijn kwasten, maar het wordt in ieder geval schoon. Dus ik gebruik gewoon handzeep. En dan ga ik kwast voor kwast of soms wel per bundel ga ik ze wassen. Het is helemaal weer opgeruimd. In dit bakje hebben we mijn foundations, primer en highlighter stick. Dan hebben we hier al mijn oogschaduws en een highlighter, bronzer en een poeder. Hier een bakje met al mijn kwasten. Deze zit lekker vol. Het bakje daarnaast is wat minder vol. Het is meer een random bakje met mijn roller, een vuil, een schaar, pincet, wimperkruller, beauty blender. Hieronder hebben we drie MAC lipsticks. Mijn dip brow. Nog wat losse oogschaduws. En mijn ene blush. Nog meer lipsticks. Ik moet deze schuin neerzetten. Omdat die anders dan niet dicht kan. Kijk. Dus dan leg ik hem zo neer. Maar hier heb ik dus al mijn lipsticks. In het bakje daarnaast heb ik mijn BB cream van Clinique. Eigenlijk hoort die in dit bakje, maar daar paste die niet meer in. Dus hij heeft hier een plekje gekregen. Een handcreme. Wimperserum. Olie voor mijn handen en nagels. En een oogcreme. Hier hebben we twee overvolle bakjes. Hier hebben we onder andere
wat lipproducten zoals lipolie, overige lipglossen en daaronder mijn concealers. Dus dit bakje heeft twee thema's en dit bakje bevat eyeliners, mascara's, dingen voor mijn wenkbrauwen. Eigenlijk van alles en nog wat. Het is een beetje overvol, maar zolang ik maar weet waar ik welk product kan vinden. Hier hebben we twee nagellakjes. Hierachter zit mijn toilettas met extra's. Mijn face mist. En dan hebben we hier een bakje met haarparfum van Gisou. Dit is een testertje. En dan nog een parfumtester van, wat is dit? Louis Vuitton. En hier hebben we nog een, volgens mij was dit Lady Million. Ja. Dan hebben we nog een klein cremmetje van Kiehl's. En daaronder is ook nog een balsem. En dit is dan mijn opgeruimde make-up stash. En eigenlijk gaan er vrij weinig items weg. Ik heb hier een bakje die er eerst ook in zat, maar die past er niet meer in. Deze producten gaan uiteindelijk weg. Niet veel, maar dat is ook alleen maar goed. Want anders vind ik het ook zonde. Maar dit gebruik ik dus niet meer. Zo, wat ben ik blij dat mijn make-up stash weer helemaal op orde is. En dat mijn kwasten weer schoon zijn. Het geeft toch wel een goed gevoel. Ja, laat me vooral weten of jij tijdens deze video ook bent wezen opruimen. Heb jij ook je make-up stash opgeruimd of iets anders in het huis? En laat het vooral weten, daar ben ik heel erg benieuwd naar. En laat me ook weten of je vaker opruimvideo's wilt zien of andere interieur gerelateerde video's. Ik word er heel erg blij van en ik hoop dat jullie het ook fijn vinden om zulke video's te zien. Ik heb in het verleden ook al vaak gehoord dat opruimvideo's jullie ook motiveren om zelf aan de slag te gaan. Wat ik altijd zeg, een opgeruimd huis is ook een opgeruimd hoofd. Ik hou ervan om op te ruimen. Het is ook echt mijn zenmomentje. Als ik me even niet goed in mijn vel zit, dan ben ik gewoon aan het opruimen. Ook al valt er niks op te ruimen, weet je. Ja, ik ben zo gek. Maar ja. Dit was dan de video. Ik hoop dat jullie hier ook misschien iets aan hebben gehad. En hopelijk zie ik je de volgende keer weer bij de volgende video. Doei!